Technologiereus Apple wil de Amerikaanse inlichtingendienst FBI niet helpen om de iPhone te kraken van een van de terroristen van de aanslag in San Bernardino. Volgens Apple zou dat de privacy bedreigen van al zijn klanten. 14 doden en tientallen gewonden. Dat is de zware balans van de terreuraanslag in San Bernardino, Californië, eind vorig jaar. De politie schiet de daders dood, een koppel extremistische moslims. Eén van hen heeft een iPhone 5 die in handen valt van de FBI. Maar dit type smartphone wist automatisch alle informatie als je verschillende keren een fout paswoord gebruikt. Daarom heeft een Amerikaanse rechter Apple nu verplicht om de FBI te helpen het toestel te hacken. Maar Apple-topman Tim Cook weigert. There have been people that suggest that we should have a backdoor. But the reality is if you put a backdoor in, that backdoor is for everybody, for good guys and bad guys. Onbegrijpelijk vinden de Amerikaanse autoriteiten. It's been consistent with Apple's policy for quite some time to try to be as unhelpful to law enforcement as possible. They should be on our side in this effort against terrorism.